Het is Mino kwart noord 9, dat betekent dat we straks gewoon het eerste blokje van de ruilbeurs. Je kan weer belden met 050-3188-288. Ruilen maar op de radio. Ruilen maar op de radio. En de eerste ruil voor de ogen die komt vanuit Sodom, oftewel Winschoten, de woont mevrouw Mus. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik heb twee aluminium piepen van Metalink. Twee aluminium piepen? Van Metalink. Ja. Ja. En die wil ik graag ruilen voor een bol grisant. Voor een bol grisant. Wat is de deursnee van die piepen? 10. 10 centimeter? Ja. 10 centimeter deursnee. Twee aluminium piepen. En ik heb ook nog een kinderfietsje. Ja, mevrouw Mus. Heb je de radio gehaast, hoor? Nee, dat? Nee, dat moet juist naar. Ik dacht in de radio aan dat we wat ronsingen, zeg maar. Maar wat niet. En je had nog meer euro in, kinderfietsen? Kinderfietsen, ja. En die wil ik ook groot ruilen van Borgerisaan. Oké, en dat kinderfietsje... Leeft die van jord of... Nou, 5, zeg maar. 5 jaar. Zucht er verder gauw? Ja, hij zit maar zo mooi meer in het laak. Nee. Dan wil ik hem ook ruilen van Borgerisaan. Dat is eigenlijk niks, ja. Maar verder is er goud. Oké, verder is er goud. Even, nee... Vaafje eroverheen, zegt hoor. Die bolgrisant, moet er ook bepaalde kleur weten. Ik heb er nooit zoveel zoegel van, maar... Geel. Ja, en hij van die hele kleine schietdenkjes, hè? Echt een beetje, dat zegt van, ik heb hier echt een bolgrisant. Ja. Oké, wat voor nummer moet ze belt, mevrouw Mus? Prima, het is duidelijk. Ik herhaal hem even. Succes, fijn weekend. Dankjewel. Oké, mooi. Mevrouw Mus uit Winschoten, die heeft dus twee aluminium piepen van 1 meter lang, 10 centimeter deursnee. En zijn ook een kinderfietsje voor een kind van jaar of 5. Even meneer Vavie erop en hij zit als nij. Twee bolgrisanten wil ze er verweer. Kleur, geel en nooit van die kleintjes. Ja, dan moet ik naar Wolle. Wie Katrien Hofkamp. Mooi, mevrouw Hofkamp. Mooi. Nou, zeg het, wat heb je? Ik heb 120 stuks vloertegels. Die ben drijtvattig bij drijtvattig. En ongeveer 4 centimeter dik. Ja, nauwe centimeter dik. Ja. En die kennen zowel voor binnen als buiten. En wat voor kleur ben ze? Marmerkleur. Marmer. Vloertegels? Ja. Kan in de bad komen, kan in de gangen, kan eigenlijk overal in de woon komen. Oh, ze ben voor binnen? Ja, of voor buiten. Ze kennen ook nog buiten. Dat is zeker mooi. En waar wil je voor terug? Een meisjesfiets, ongeveer van 5 jaar. Nou, daar komt gauw roer. Ja, daar heb je dat ik. En als ze daar niet hebben, mag ik ook 10 pakken koffie. Welk maar? Doe me nou echt best. Hartstikke mooi. Wat is jouw telefoonnummer? Goud, ik herrol het even. Bedankt. Oké. Katrien Hofkamp moet naar Wol het 120 vloertegels van 0,5 centimeter dik. 45 bij 45. Ze wilde vroeger meisjesfiets weer terug. Voor 5 jaar ongeveer. Of 10 pakken koffie. Eindelijk de eerste kerel van vandoog. Die komt uit Knol, meneer Brons. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Brons Stadsknol. Mooi. Mooi hier. Ik heb ook wat te rouw. Zeg maar. Ik heb een diepvrieskast met 3 laden. Ja. En zo goed als nieuw, 1,5 jaar oud. Wegens aanschaf van een beetje groter. Yeah. En dan wil ik graag Nederlandstalige singeltjes voor hebben. Hij is 1,5 jaar oud. Yeah. Dus hij is zo goed als nieuw. Oké, Nederlandstalige singeltjes. Het is echt over Ollewetse singeltjes? Ja, piraten en piraten of zo en piraten en alles. Gewoon Nederlandstalig. Ja, maar cd'tjes, hè? CD-singels. Nee, ja, gewone singeltjes. Geen cd's, maar gewoon singels. Ja. Ja, oké, nee, maar wel voor een cd-speuler kennen en nooit een ouderwetse langspeel horen. Nee, op, gewoon op een grammofoon, op een pick-up, hè. Wat zeg je? Voor de pick-up, oké, dus echt de ouderwetse singeltjes. Ja. Nederlandse tolige singeltjes. Prima, wat voor nummer moet ze belt, Brons? De ruil is duidelijk, wens je een fijn weekend. Ja, ook zo, hè. Oké, mooi. Brons is stadsknol, die heeft een diepvrieskaas, 3 lorens, 1,5 jaar oud. Zo gauw dus neer dus, en hij wilde geren Nederlandstolige singeltjes verweer. Ruilen maar op de radio. Ruilen maar op de radio. Nou, hangt ze volgens mij echt zat meer. Gini Buurke, goedemorgen. Goedemorgen, Gini. Was kwoord op me? Nee. Oh, aan stapbang, ja. Ja, wat doe ik zo dit dat ik wil? Nee, je bent wel kwoord. Nee. Oh, oké. Okay. Gelukkig, nee. Waar is de ruilte, Gini? Nou, dus ik heb mijn 4 cd's box. Dat is van Roger Witteke. En dan heb ik een filmpje van de Chameleon. Ja. Yeah. En dan heb ik een van Alex Vistering. Dus die een... machtig wat. En die wist voordaan? Die wil ik ruilen. Waarom dan? Dat is een prachtige cd. Ja, ik heb dubbele. Oh, is het twee gehad?
Ja. Aha, ja, dan mag het. En als we ook zeggen, dat wil ik niet eens hebben, dat is nog eens eruit. Ah, u er nooit. Ja, nee, dat mag. Wat was er voor om, heb ik hier niet? Het is ik wou graag een doos. Dan mag ik even kijken, maar ik ben een norm kwijt. Dan ben ik wel heel benieuwd, wat voor deuzen. Ja? Exotisch fruit voor de papegaai. Exotisch fruit? Voor de papegaai. Is het erotisch of exotisch fruit? Exotisch. Oké. Exotisch fruit voor de papegaai. Hoe heet de papegaai? Coco. Coco. Ja. Dus je exotisch fruit voor de papegaai. Ken ook proten, Gini? Ja. Zit er nog eens die? Nee hoor, nee. Hij staat nou op het balkon. Op het balkon. Kist er ook in mee inlopen met telefoon? Ik heb er ook. Ik ken nou ja, doe eens helemaal niet drok. Dat is ook die de mooiste band. Kist Coco er ja, in bij, ja, dat is zo. Nee, Coco wil nou nog het zeggen. Coco wil. Zit hem nee te schudden? Ja. Andermal Coco erbij, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Wat voor nummer was de band, Gini? 39. Ja. 46. 46. Nee. Wacht, die trek is hier niet meer overgenomen. Oh, daar is het maar van lawaai. Ja, het gooit erom weg hier, hoor. Prima. En prettige dag verder. Ja, doe ook, Gini. En groet naar Coco, hè. Joehoe. Gini Buurk uit Sapmeer, die heeft een cd-box van Roger Whittaker, een filmpje van de Chameleon en een cd van Alex Vissering, die machtig wat. Ze wilde geen een deuze exotisch fruit verweer voor Coco. En dat is haar papegaai. En daarnaast gaat het hier meneer Ten Hoven. Ja, Oerroodschaal. Oerroodschaal, kijk eens aan. En wat wil je nog kwijt? Nou, ik heb mijn persoons massief gerang ledikant. Met latbodem en matras. En ik heb... Je hebt een twee persoons gekocht? Mijn dochter heeft twee persoons gekocht. Oh, je dochter heeft verkeerd gekregen? Dat was ongeveer, ja. Kijk aan. Nou, ja. Dat is wel heel soepel van pa dat je een ledikant verkocht. Ja. En ik heb ook nog twee TL-bakken met dubbele lampen erin. Ja, met afschaapkat aan touw. Ja. En dan kan de grote bij mij wegholen. Hoef je er niks voor weer? Nee. Dat ken hij. Ook nooit voor het ledikant? Nee. Als ik naar dat ontbijt met kan doen, dan is dat je hartstikke mooi. Maar dan kun je je beter weer bij de weg zetten. Ja, dan ontvoeren is dan top. Maar eens lusten, als je het nooit bij, kan, had ik nog koffie voor ogen, hè? Ja, ah, nee man, moet zo, ik heb me eigenlijk maken. Nooit moeilijk dan, zo'n dat nodig heeft, maar dat zou ik niet weer hebben. Goud, jong telefoonnummer. Goed zo. Meneer Ten Hoven, de Roodschaal, daar heeft een eenpersoonsledikant met lattenbodem en twee TL-baken met een hele mooie kap erop. En daar wil er helemaal niks voor weer. Gewoon nooit knol, vertwaar ik even door meneer Orzel. Goedemorgen. Ja, goeiedag. Goeiedag. Ik wil ook gewoon hem berouwen. Zeg maar. Ik heb een zo gauw als nee Brabantia dreugmul met 50 meter snoer, uit dat geloof ik, nee? Ja. Ja, van mij wel, hè? Ja. En een grondanker erbij. En we hebben hem twee keer gebruikt, maar naar nou, mijn schuren verpost en denken dat ik mijn stoel paard niet meer. Oké. Okay. Dus die wil ik dan wel ruilen. Ja, waar de verweer aan hebben? Nou, dan wil ik of een mobiele telefoon voor hem, een Nokia 6310i. Ja. Ja. Of 20 kilo. Maar dat vind ik wel vrij veel voor zo'n dreugmulden, hè? Oh nee. Wat bedoel je? Die Nokia, is zo'n dreugmulden net zoveel weer als een Nokia, of nee? Nou, die Nokia's, die dingen, die kost nou in een drijfvaart tientjes, zeg maar. Echt hoor? Ja, dat ben die heul olden, hè? Oh, die hele lange Nokia-telefoons, die ben wel al een jaar of 4 volt. Dat ben van die hele hoort, nou, die kan stuiten, zeg maar. Juist, en daar heb ik al een ervaring gekregen. Ja. Dan mag ik benieuwd. Ik wil het ook voor 20 kilo onderhouden down. Oh, en wat ik ook zei, dat ding is twee keer gebruikt en het ding was knap daarna, dus die kost er binnen 100 euro. Oké, 20 kilo onderhouden of zo'n telefoontje. Voor een, ja. Zo goed als nee, Brabantia dreugmulden, 50 meter snoer erop plus grondanker. Wat voor nummer als je belt, Norsel? Prima. Goed weekend wensen. Doe hetzelfde. Oké, mooi.